Roel Hommer. Hoi. Eigen rijder. Ja. Op een Scania. R35. En hoe lang ben je eigen rijder? Nou, 6 jaar. En dit is dan je tweede? Dit is mijn tweede auto, ja. De eerste auto had ik helemaal niks aan gedaan, niet om, nou ja, ooit een keer zoiets te kunnen doen. Ja. Dus, Hey, en hoe heb jij het telefoontje ontvangen dat jij mee mocht doen aan de verkiezing? Ja, ik was onderweg in Zweden en, nou ja, toen belden jullie al. Ik had een beetje last van mijn rug. Ja. Dat, nou ja, werd steeds erger en nou blijkt dat ik waarschijnlijk een hernia heb, dus... En is dat dan wel te combineren met meedoen aan een verkiezing? Lastig. Maar ik heb heel veel hulp gehad en nu ook, dat zie je wel. Dus, maar ja, als je mijn handen ziet. Het hard werken. Ja, verschrikkelijk hard. Hey, en wat mij nou meteen opvalt bij jou, het is aan de voorkant niet eens zoveel, maar geel. Ja. Hoe kom je bij deze kleurstelling? Nou, komt ook een beetje bij mijn opdrachtgever weg. Die heeft een geel logo. Okay. En, maar ja, je wilt altijd iets... anders en eigen doen. Yeah. Dus ik dacht, ja, dan doe ik gele accenten erin. Ik maak wel vaker ontwerpjes voor vrachtauto's en zo. En dit was gewoon... Want heb jij dan ook het ontwerp, de struiping aan de zijkant, heb je helemaal zelf bedacht? Ja. En ben je ze zelf aan het intekenen geweest? Nee, nou, ik maak gewoon een complete tekening van de vrachtauto. En dan, de streep, zeg maar, ik vind altijd een Scania of nou ja, een DAF-hoek. Ze hebben allemaal een hoge streep onder het raam. Dus ik denk, ja, wat er ook gebeurt. Dat moet anders. Ja. Maar hoe vaak heb je het opnieuw getekend? Oh. Ja, heel vaak. En wanneer dacht je van, nou, dit moet het worden? Nou, elke keer dan voeg je iets toe en dan denk je, ja, maar dit is ook wel gaaf. En ik zie ook wel, je wilt anders zijn, maar je ziet bij andere mensen dingen dat je denkt, ja, dit... Nou, dat kan ik zo combineren, zo en dan. Nou ja, ik weet nog goed dat ik een foto van jouw vrachtwagen zag voor het eerst. Dat mij meteen opviel, hij is inderdaad anders dan anders. Ja. Dus dat is dan toch goed gelukt. Ja, precies, ja. Hey, ja, en jij wilde per se witte velgen? Ja. Met geel? Ja. Nou, ook weer accent en terug laten komen met geel, zeg maar. Wel moeilijk schoon te houden? Dat is, dat valt niet mee, inderdaad. Maar, ja... Ah ja, toen maar, dan moet je er maar voor over. Ja. Hè, dus. Hey, en van binnen? Ook helemaal bekleed, zie ik. Ja. Ik zie een hele mooie tekening ook. Heb je dat zelf gemaakt? Ja. Je bent nog creatief ook? Ja, nou, dat is een beetje mijn ding, zeg maar. En is dat een droomtruc van jou? Dat zou wel helemaal gek zijn, inderdaad. Maar ik denk niet dat dat hier in Europa mogelijk is. Nee, dat is echt een beetje een Amerikaanse... Ja, maar daar hou ik wel van. Ik vind dat ook. Ja. Hey, en verder, het dashboard is niet gespoten of zo? Nee, dat is ook geen wens? Of? Nee, nou weet je, we hebben alles zelf gedaan. Ik met mijn vrouw samen. En omdat, nou, jullie hadden gebeld. Ik had toevallig wat tijd over, omdat ik niet zo lekker werk. Nee. Dus we zijn een paar weken aan de gang geweest. En het is ook verder niet zo bijzonder, niet zo... Ja, geen stipsels of weet ik veel wat. Het is gewoon allemaal... Zo'n mooie Deens Plus. Allemaal netjes gemaakt. Dus, dat vind ik altijd wel gaaf, ja. Ja, dat past er goed bij. Ja. Hey, laten we een stukje verder lopen naar achter. Want ik zie eigenlijk hier uitlaten, daar uitlaten. Ja. Deze zijn? Die zijn gewoon voor de sier. Voor de sier, oké. Ja. Hey, maar dit is ook niet origineel, twee uitlaten. Nee, dat klopt. Ik heb er wel over getwijfeld als ze niet te dicht bij elkaar zaten. Ja. Want dat... Ja, daar zit ik dan ook. Maar als je deze aansluit, dan worden ze gauw geel. Ja, klopt, ja. Er komt een dubbele buis in, dan heb je er iets minder last van. Maar ik doe het gewoon voor de sier. Hey, en daarom ook korte spoilers? Ja, en de dakspoiler is afgezaagd. Oh ja. Als je hem normaal... je kunt nu het lijntje zien door van de dakspoiler aan de zijkant. Ja. Normaal ligt er een normale dakspoiler op die verder naar voren is. Okay. Alleen, dan zijn je toeters vaak te lang. Ah, ja. Dus moet je toeters inzagen. Dus ik heb hiervoor gekozen, ook met oog op ontwerp, dat die lijnen allemaal zo doorlopen. Ja. Zeg maar. Dus echt wel oog voor detail. Nou ja. Hey, en bewust gekozen voor geen sideskirts, maar gewoon de tank? Dit is een originele tank en die hebben ze hier aangepast. En het is inderdaad een bewuste keuze. Want
Ja, ik vind het nog wel eens jammer, zeg. Alles wordt afgedekt. Ja. Terwijl, ja, nou, het gele zie je natuurlijk ook wel apart. Dat is echt apart. Dat moet je wel zien. Want hij is echt helemaal, ook bij het motorblok, hij is helemaal... Nee, ik heb hem tot hier. Hey, en ik zie al een mooie achterbumper. Mooie ronde ledlampen. Is dat ook bewust of vind je dat mooi, de vierkante lampen? Ik vind het wel gaaf, ja. En met de vierkante, dan moest hij weer groter worden. Het is een LB. Dus hij heeft een schotelhoogte van 1,5 meter. Ja. Ja, omdat je met de auto's en je moet een beetje laag blijven. Dus als je dan een bloklamp doet, zeg, dan wordt de bumper weer zo laag. Ja. Dus. Hey, en de auto's. Wat voor werk, ja, autotransporter, maar wat voor werk doe je ermee? Zit je door heel Europa? Of? Ja, allemaal internationaal import en export. Ja. Voor, meest gewoon handel, zeg maar. Niet, okay. Geen repatriëring of terughalen van de AWB, zeg maar. Ik zie dat je ze mooi op kleur gesorteerd hebt. Ja. Nou, mijn opdrachtgever heeft opslag, dus ik kon makkelijk kiezen. Je kon wat kiezen, ja. Dus zijn ook allemaal gepoetst. Allemaal in de banden zwart. Alles eraan. Dus die moest je ook nog allemaal poetsen? Gedaan. Of heb je die niet zelf moeten poetsen? Nee, gelukkig niet. Gelukkig niet. Nee, die jongens hebben me echt fantastisch geholpen. Hey, en het is een beetje een ruige trailer, maar dat komt omdat het niet... De kantbalk hebben we opnieuw gespoten, zeg maar. De rest is gegalvaniseerd. Ja. Daar kan je niet zoveel mee, hè? Nee. Hey, en wel mooi de velg ook in kleur. Ja, ze moeten nog even schoon, hè? Ze moeten nog schoon. Ik zie hier en daar nog wel wat poetswerk. Ja, dat heb je goed gezien, ja. Maar het is vrijdagochtend pas, hè? Ja, het kan wel. Je hebt nog een hele dag. Het kan wel. Het komt ook goed. Ja, en achter kan je natuurlijk niet zoveel met zo'n autotransport. Nee, ook niet omdat hier... kijk, je kunt zeggen van ik doe een mooie bumper met drie ronde lampen. Maar dat past gewoon niet. Nee. Hier zit de rijplaat. Ja. Dus ja, er was niet zoveel. En dit, ja, ik weet het... Roest. Het is natuurlijk een no-go, maar zulke dingen vervangen. Dus dat is geen doen. Er wordt echt mee gewerkt. Zo komt hij er ook uit. Ja. Hij komt gewoon uit het werk en ik, met de rug en zo. Ik ben elke dag zeg maar een uurtje, anderhalf al. Ja. Al 2-3 weken. Ja. En dan steeds een meter of twee doen. En dan, met zuur spul. Ja. Nou ja, meer is er gewoon niet van te maken. Dat moet als je nou van de hele combinatie één ding moet kiezen... waar je het echt het meest trots op bent? Nou, dat het open is. En niet een plaat over een tank. Nee. Niet gewoon... ze zeggen altijd old school. Ik wou het zeggen, maar... Eigenlijk heb ik niet zoveel met die term. Nee. Maar ik wou gewoon een tank met een traanplaat. Ja. En ik wou gewoon een open kist. Het levert me verschrikkelijk veel werk. Ja, op, je moet alles is gewoon houden. Alles, ja. En de strepen, alles mooi. Dat is niet makkelijk. Maar zo is het iets anders. Ja. Iets dan een ander. Ik wens je succes met je rug. Ja. Maar ook met je auto natuurlijk. Ja, heel erg bedankt. Het Profile Truckstar Festival wordt mede mogelijk gemaakt door Profile.